goed, wij modificeren dat zetmeel. Ja, dat is een biobased product. En dus ja, dan denk ik dat we redelijk aan de biobased kant zitten. Het is een afvalproduct van de frietindustrie. Ja, wat wil je daar nog meer aan biobased hebben? Een paar projecten zijn bijvoorbeeld de mosselkratten, waar we dus proberen een mosselbanken te herstellen in de Waddenzee. En anderzijds de mosselen zodanig in te zetten in zoet water, zodat de blauwalg bestreden wordt. Dat we dus toch uiteindelijk meer bekendheid krijgen voor dit soort producten. Het is altijd nog moeilijk om in de markt in te komen, dus ja, dat thema zal helpen awareness te kweken in de wereld, dat men toch op een andere manier naar producten gaat kijken. Eigenlijk is een bedreiging gewoon de prijs en de economy of scale. Het is nog te duur, vindt men. CO2 die we enorm besparen, hebben geen waarde. Dus ja, dan zit je al gauw dat je moet zoeken naar unieke dingetjes. Zoals die mosselkrat, daar is het verdwijnen een goed iets. Maar ga je dus kijken naar verpakkingen, daar wordt al gauw naar de prijs alleen gekeken. En niet naar de voordelen, zeg maar, in de end of life. En ik denk de tips en tricks is onderzoek nou de mogelijkheden van, zeg maar, een verpakking. Wat is het voordeel in de end of life? Want uiteindelijk gaat het erover. De hoeveelheid materiaal die wij gebruiken in relatie tot het gewone plastic, dat van ons, dat kan gewoon vergist worden of verbrand worden of wat dan ook. En het gewone plastic, ja, dat zal wel gerecycled worden, maar dan moet er nogal wat schoongemaakt worden. Dus eigenlijk zou ik willen zien wat de voordelen nou zijn van het gebruik van kortstondige plastics in de verpakkingen. Wij richten ons hoofdzakelijk op de starch-based materialen. Want ja, dat is het product waar we mee begonnen zijn. Daar hebben we de meeste kennis van. En daarmee hebben we ook een redelijk unieke, niet echt uniek, maar redelijk unieke positie in de wereld. Toepassingen zijn er te over natuurlijk. Je kan het kijken naar bijvoorbeeld in een ziekenhuis om materiaal naast het lichaam opgevangen, dat dus naar een vergister gaat. Je kan kijken in de zee. Het materiaal verdwijnt in het zeewater. In de verpakkingen, ja, je kan het eigenlijk zo gek niet noemen. Je kan eigenlijk alle plastics ermee vervangen. Of het nut heeft, dat is wat anders. Ik zie me nog niet zomaar een computer van bioplastic van zetmeel maken. Want ja, waarom zou je dat doen? Eigenlijk de LCA van gewoon plastic in een recyclestroom is net zo goed als van bioplastic. Dus je moet wel kijken naar de kracht van het verdwijnen van het materiaal. De relevantie, ja, eigenlijk moeten we die nog vinden. Want het is nog een zoektocht naar wat kunnen we nou het beste gebruiken. Kijk, die mosselkrat, dat die dus verdwijnt, oké, dat is een meerwaarde. En dat die ook in het water kan verdwijnen, dat is zeker een meerwaarde. Want niemand wil plastic bewust meer in het water leggen. Maar ja, verpakkingen, dat moet zijn plek nog vinden. Ja, ik denk dat het voor de maatschappij een meerwaarde heeft, want uiteindelijk gaat het erover, we willen zo min mogelijk olie gebruiken voor andere producten dan echt noodzakelijk. Nou, ik vind zelf verpakking, is dat nou echt nodig dat we daar oliegebaseerd materiaal voor gebruiken? Je kan het karton doen, je kan een bioplastic doen. Waarom dan een oliegebaseerd product gebruiken terwijl het maar kortstondig is? Oliegebaseerde producten kunnen 500 tot misschien wel 1000 jaar meegaan. En we gebruiken het 14 dagen 3 weken. Ik vind dat een beetje overdreven. In de papierindustrie is dat heel anders. Wc-papier is bijvoorbeeld heel snel weg. Maar je gaat er toch niet aan denken dat je wc-papier gebruikt voor geld of een paspoort. Want ja, daar is die differentiatie veel beter. Nou, in de plastic is dat nog niet. Dus dan zou ik zeggen van, nou, probeer dan kortstondige materialen zodanig te gebruiken dat van een bioplastic is, van een composteerbaar bioplastic.